Goedemorgen jongelui, nog even een technisch leesoefeningetje. Ik heb een stukje tekst in de flitstrainer gezet, in de leestrainer gezet. En het is een stukje tekst wat je officieel in 1 minuut 35 zou moeten lezen als we de CITO-afnamenormen nemen. Ik ga de snelheid een beetje gemiddeld instellen en probeer je, zoals we ook met het andere programma op school hebben geoefend, deze tekst voor te blijven. We doen dit natuurlijk om even de vorm erin te houden, zodat we als we aan het eind van het jaar gaan toetsen, dat we een beetje nog de snelheid hebben en de vorm hebben om dat goed te doen. Ik ga hem op deze snelheid zetten. Zodra je mij de snelheid ziet veranderen, gaat de cursor lopen. Dus ik wens je heel veel succes tijdens het lezen. Zal ik niet zoveel zeggen. Je hoort hooguit wat achtergrondgeluiden van het huis om mij heen. Want ook mijn vrouw is aan het thuiswerken en staat in contact met haar leerlingen. Heel veel succes met het tekstje over Egypte. Zo, dat was het tekstje. Je weet dat je bij de CITO-toets ook rekening mee moet houden dat je naast de snelheid waarmee je leest ook het aantal fout gelezen woorden meetelt. Hieroglyphen zal ongetwijfeld een heel erg lastig woord geweest zijn. Goed, tot zover deze technisch leesopdracht. Ga nog even lekker in je leesboek lezen. En ik wens je vanmiddag heel veel plezier als je eventueel lekker naar buiten gaat. Deze opname gaan we nu stoppen. Tot kijken.